hij te klein zou zijn. Wel heel erg naar zijn zin. Heel apart met die billen. Nu kunnen ze jou goed zien. En hij poept ook in je hand. Koffers. De koffers. Een avontuur op ons te wachten. Dat is leukjes. Wat kunnen vinden voor Sammy? Konijntjes. Zitten gewoon los in de nek. Misschien ook wel lekker. Twee. De kooi verschonen. Dit is zo schattig, Luc. Het eerste plasje gaat in mijn potje. Ik zie je. Een hele goede morgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en het is donderdagochtend en de kids zitten lekker te ontbijt. Brengen we zo nu al zitten naar school. Nu is het kinderdagverblijf. Wij gaan samen naar de sauna. Even zit het eens uit. Dus kijk weer gezellig mee. En Boezel zit alweer op zijn uitgekast. Goedemorgen, Pip. Goedemorgen. Het gras is nog wel nat hoor, Lux. Luxie, het is nat. En daar schijnt het prachtige zonnetje. Tussen de stapel wolkjes. Zo, neem hem weer naar binnen. Zo, nou, dan gaat poppenmoedertje Luxie weer. Ja, het zonnetje schijnt in ons gezicht. Wij zijn aangekomen bij het sauna resort waar we heerlijk even met z'n tweeën onszelf gaan terugtrekken in de sauna. En even lekker chilltijd gaan hebben met elkaar als man en vrouw zijnde. Ja. En dan zien we elkaar, wij zien elkaar zo meteen, maar wij zien jullie straks weer als we terug zijn uit de sauna. En de kinderen van school halen. Ja. Wij zeggen tot vanmiddag. Tot straks. Maar Rijn, we zijn weer. We zijn herboren teruggekomen uit onze wellnessmoment. Lekker met z'n tweeën. En nu, we zijn een beetje mooi op tijd. Ja, het was... Nou ja, ik kavelde je een snoepje. Nu druk op de weg. Moet je kijken. Een snoepje. Een verkleefd snoepje. Ik denk dat doordat het zo heet is geweest, dat al die snoepjes zijn gesmolten. Ik heb nog wel een gesmolten haai. Een dolfijntje. Of een haai? Ik heb nog een haai. Ik heb nog een aardbei. Nou, we hebben heerlijke tijd samen gehad in de sauna. Heerlijk. En we gaan nu... De kinderen van school halen. Ja, eerst even de honden uitlaten. Wasje uithangen. Samen met uitpakken. En daarna de kinderen op school. En dan de kinderen ophalen. En wat altijd zo leuk is aan thuiskomen. De kinderen zijn er niet. Maar... We hebben geen kinderen welkom, maar wat altijd zo leuk is. Onze hondjes. Zijn de hondjes. Wow. Hallo hondjes. Kijk, zie je dat ze zitten. Oh, lekkere hondjes. Wel bij vader en moeder. Kom maar hier. Oh, kijk eens hoe blij ze zijn. Hey, lieve hondjes. Oh, Pip. Kijk, Pip is altijd heel rustig. En Woezel, dat is dat een heel druk baasje. Die zoekt altijd van alles om mee te spelen. Waar ga je heen, Woes? Waar ga je heen, jongen? Woes, Woes, doe eens rustig, kerel. Doe eens rustig. Zo druk. Nou, dit is dan het welkom als we thuiskomen met de hondjes, hè? Ja, Pipje. Oh, hartverwarmend. Ah, Pipje. Oh, een handje, hoor. Een hele handje. Helemaal, kijk. Ah, vader, je bent net schoon, vader. Hoezo, ik ben net herboren te wel eens. Voor de rest. Pipje. Woes. Ah, Pipje. Oh, lekker. Gekke honden. Ja dan. Hele gekke, rare. Ik ben gemasseerd met massageolie. Trek jij allemaal af. Ja, vindt hij lekker natuurlijk. Dat vindt hij lekker. Zeg maar, had ik iets op. Ik ben er niet mee in te maken. Een gekke hond en een gekke baas. Niet zo raar, Daan. Nee, niet zo raar, die hond is echt raar. Nee, vrouwtje houdt daar niet van, dat weet je, hè? Vrouwtje houdt daar nooit zo van dat gelik. Nee, niet bij vrouwtje. Maar alleen bij baasje. Daar zit mijn bril ook onder een lik. Ja. Nou, we zijn weer thuis. Ik kan eerst mijn bril gaan poetsen. Ja, de wasmachine. Ja, oh ja. En we kunnen nog net heel even... Ja, ik doe het even met de telefoonbril. We hebben nog 20 minuten om heel even snel, samen snel de wasmachine uit te hangen. Aangezien er ook natuurlijk gewoon wasjes gedraaid moeten worden. Dus is even de jas uit. Jas uit. Hondjes eventjes. Ja, ga jij de honden uitlaten? Ja, ik laat hondjes even uit. Ga ik ook nog even de was. En de droge moet ook nog opgevangen worden. Want de lijnen hangen nog op de andere kant. Kom maar even, handen bij de kin. Zo. Nou, schoenen uit. Het uit. De tas met de spullen. Van de sauna mee naar boven. Dan doen we altijd eventjes de handdoeken uithangen. Dat die weer even kunnen drogen. En dan hebben we dat allemaal weer gedaan. Vooral straks de kids thuis zijn natuurlijk. Hoppatee.
Zoals jullie weten heeft Luan een hamster gekregen en die staat hier op zijn kamer. We hebben heel erg leuke reacties van jullie gekregen van toen Luan zijn nieuwe huisdiertje kreeg. Het is inderdaad echt iets voor Luan. Luan houdt heel erg voor het verzorgen en ergens een verantwoordelijkheid voor hebben. Dus het leek ons leuk om deze hamster en hem daarvoor te geven. En die staat dus hier op zijn kamer. Ik kreeg alleen wat commentaar over dat we waarschijnlijk de kooi wat te klein zou zijn. Nou, ik kan het jullie zo nog wel iets beter laten zien, maar het is op zich best wel een grote kooi. Hij heeft ook 2 verdiepingen. Maar wat ook wel een goede tip was, er kwamen ook heel veel lieve tips binnen. En tips zijn natuurlijk altijd fijn om te horen. Was om een bakje met wat zand in de kooi te zetten. Omdat de hamster daar graag in wil rollen en waarschijnlijk ook zijn behoefte daarin kan doen. Dat vond ik een hele goede tip. We hebben geen advies daarover gekregen in de dierenwinkel, moet ik zeggen. Ik heb verteld wat voor een kooi ik had. Dus ze zei dat was prima. Ze zei zorg dat er ook een huisje in staat en dat er iets voor in, dat hij erin kan. Een holletje of zo. Dat is die. Dus dat had ik allemaal. Een ratje hebben we. Alleen een bakje met zand heeft ze niet gezegd. Maar ik vond het wel een hele erg goede tip, aangezien dan misschien ook de hamster daar zijn behoefte in kan gaan doen. Of hij daar lekker in vindt om in te rollen. Dus, wat gaan we zo doen? Als we zo de kinderen gaan ophalen van school, rijden we heel eventjes langs de dierenwinkel om nog even te kijken of we nog wat leuke dingetjes hebben voor in de kooi bij Sammy te leggen. Want we willen natuurlijk ook wel dat Sammy zich goed leven krijgt natuurlijk hier in deze superleuke kooi. Voor de rest, ja, ik denk dat Luan het straks nog wel wat beter kan laten zien. Maar kijk, dit is dus de kooi boven. Hij heeft in principe hier dit ratje. Hij klimt hier vaak naar boven toe. Hierop klimt hij ook heel vaak. Hij speelt met dit wc-rolletje. En hij heeft hier een buis. Ik weet niet of ik het zo goed kan laten zien. Maar in die buis zitten een soort trapjes. En zo klimt hij door die buis naar boven en naar beneden. En dat doet hij regelmatig. Dus die buis vindt hij heel erg leuk. Dan heeft hij hier zijn bakje. Dat gaat Luan straks nog even bijvoeren. Dat doet hij eigenlijk iedere dag een beetje. Zijn waterflesje die hangt hier. Daar kan hij goed uit drinken. Die gaat ook iedere keer wat leeg. Dus hij drinkt ook echt het flesje. Daar hebben we op gelet. En dan natuurlijk heb je dan de bak hieronder. Kijk, daar hebben we hem. Hi Sammy. Hi schatje. Ja, jullie kunnen hem denk ik niet goed zien door de spiegeling. Maar kijk, hi liefie. Hi, wij zijn er weer, schatje. Ja, kijk, en zoals jullie zien, volgens mij heeft hij het wel heel erg naar zijn zin in deze kooi. Hij heeft nou ook een heel erg lekker huisje daarachter. Daar slaapt hij heel erg graag in. En hij zit ook regelmatig in dat dingetje daar. En dat vindt hij ook wel heel erg lekker. En daar kan hij ook op knabbelen. En het ondergebeuren, dat gaan we verschonen. Want dit verschonen we dan iedere keer weer met nieuw spul erin. En ik dacht dus misschien dan boven ergens een bakje met zand of zoiets. Omdat hij daar ook nog lekker in kan rollen. En vader gaat de was ophangen. Ja, ik zat even met Sammy. Kijk, ik zit even met Sammy. Hi, lieve Sammy. Hi, schatje. Hi, liefie. Kijk, ja, ik moet even deze buis. Als we dan die buis naar boven doen. En kijk, hoppatee. Draaien we die een kortslag. Dan zit die boven. Kan deze weer dicht. En dan kan ik deze bak zo openmaken. En tadaa, hier hebben we Sammy. Hey lieve Sammy. Hoi schatje. Kijk, en hij heeft ook echt een holletje hierin. Maakt hij ook echt een holletje. Ja, je kunt het niet goed zien op de vlog denk ik. Maar hier slaapt hij dus heel graag in. In ieder geval, hier zit hij ook heel vaak in. Hoi Sammy. Deze speelt hij dus ook heel erg graag. Dat is zo'n leuk rolletje. En die hebben we ook hierin liggen. Ja, een klein zandbakje voor Sammy erbij hè Sammy. Ja, liefie. Dan kan je een beetje in het zand rollen bollen. Dat was wel een goede tip. Moet ik ook eventjes met Sammy knuffelen. Papa foto was wel op Papa die foto was even op. Ja. Kijk, hebben we daar vader de wasman. Terwijl moeder in met Sammy knuffelt. Nee, is echt heel erg lief. Luan die haalt hem iedere dag er. Nou, hij staat heel apart met die billen zo. Sorry. Hij moest even opvouwen. Okay. Luan haalt hem iedere dag. Nou, 2 keer zeker wel uit de kooi. Nou, 2 keer. Ja, 's ochtends, als het niet te laat zijn 's ochtends. Vindt hij het leuk om Sammy even lekker te knuffelen. Dan is hij ook wakker en dat vindt Sammy dan ook leuk. En dan knuffelt hij heel eventjes met Sammy. En het is ook een beetje een ritueel dat als we 's avonds gaan slapen. Net voordat hij gaat slapen en ik zijn zusjes op bed leg, zeg maar. Dan mag hij nog even met Sammy spelen. En dan gaat hij dus hier op dit bankje zitten. En dan gaat hij nog even lekker met Sammy knuffelen. En Sammy mag ook hier achter over het kleed lopen. Dat vindt hij ook heel erg leuk. We hebben natuurlijk ook die bal. Dat vindt Sammy ook leuk. Ja, hij zingt liedjes. Ja. Luan zingt ook echt slaapliedjes voor Sammy. 'S avonds als hij gaat slapen. Gaat hij een liedje zingen voor Sammy. Is echt super lief voor hem. Deed ik vroeger ook trouwens. En, jij deed dat ook? Ja. En Luan die doet hem ook in zijn zakjes. Luan heeft wel eens van die borstzakjes of zo, zeg maar. Dan gaat hij Sammy daar dan in doen. En dan blijft Sammy daar ook in zitten. Echt super schattig hoe Luan daar aan mij omgaat. Maar kijk hoe lief hij is. Ga je maar heen, Sammy.
Hey, zeg maar even hi tegen de mensen thuis. Snuf, snuf, snuf. Zeg maar even hi tegen de mensen thuis. Even scherp. Kijk, nou ben je scherp. Nu kunnen ze jou goed zien. Ja, nou kunnen ze jou goed zien. Sammy doet het hartstikke goed. Hij groeit goed. Hij is lekker actief. Je ziet hem ook echt door die buis iedere keer heen en weer lopen. Dus dat is wel super leuk om te zien. Hij knabbelt aan dat rolletje. En hij wil graag geknuffeld worden en aangeraakt worden. Vindt hij allemaal prima. We hebben alleen in de gaten als hij in zijn huisje zit en het is een beetje overdag. Dan merken we dat hij gaat naar zichzelf wassen. Dit is zo schattig. Kijk dan. Dit is zo schattig als hij dit doet. Op, oh, dat was een keuteltje. Wat is dat, een keuteltje? Hé. Hey. Tommy. Tommy. Oh, kijk. En hij poept ook in je hand. Oh, dat doet hij dus ook wel. Maar dat is niet erg. Nee, maar wat wou ik nou zeggen? Oh ja, als hij slaapt en hij ligt in zijn huisje, dan geeft hij soms wel eens aan dat hij niet uitgepakt wil worden. En dan laat hem ook, gewoon zitten. Maar dat geeft hij vanzelf eigenlijk best wel goed aan. En als hij wel wil, dan laat hij zichzelf gewoon oppakken. En als hij niet wil, dan blijft hij echt in zijn huisje zitten en dan wil hij er niet uit. En laat hem daar lekker zitten, schatje. Ja. We gaan zo eens eventjes lekker een zandbakje voor jou halen. Wat vind je daarvan? Sammy ook een lekker zandbakje? Dan kun je daar ook een beetje in rollenbollen, hè? Dat zeiden ze. Hé, hey, Sammy. Eigenlijk, Sammy, heb je nog veel meer vriendjes. Die kijken allemaal met ons mee. Ja, en die zeggen, oh, wat is Sammy lief. En ze hebben ook, een paar hebben ook gezegd, misschien vindt Sammy een zandbakje wel lekker in zijn bak. In zijn kooi. Hé, hey, dus gaan we voor jou lekker een zandbakje halen. Goed? Kijk hem dan. Hij is zo lief. Oh, je kunt hem ook bijna niet wegzetten, want hij is zo lekker ruikt. Lekker zacht. Sorry, vader. Ik blijf maar knuffelen met Sammy. Nou, ik zet hem weer in zijn kooi. Ik kan hem nou wel even hier bovenin zetten trouwens. En jullie even laten zien. Doe ik deze dicht. En doe ik die open. Kijk, dan zetten we Sammy hierop. Dan loopt hij zo. Als hij zin heeft, ja, loopt hij zo naar binnen. En deze buis naar beneden. Dan kan hij ook naar beneden toe. Dag Sammy. Dag Sammy. Kijk. Dan heeft hij hier alle ruimte om te lopen. Nou, Daniel die gaat even de wasmachine in de vuik pakken. Ja, leeghalen. Leeghalen. Ik heb vanochtend en haal ik hier even de was eraf. Heel wat sokken hangen er weer op. Wel wat grappig. De ene was is droog en ik kan de andere nemen. Ja. Terwijl vader eventjes het wasje eruit haalt, ga ik even kijken hier onder het bureau. Want, vader, wat hebben wij nodig? De koffers. De koffers. Dat was weg. Kijk. Hey, maar ik wil wel die grote zwarte mee hoor, papa. Ja, neem ik wil niet te proppen. Dus we nemen die koffer nemen we mee. En deze voor de apparatuur. Dus ons apparatuurkoffertje. En de kinderwagen. We gaan dus de koffers pakken. Want ja, er staat weer een leuk avontuur op ons te wachten. Maar dat is niet vandaag. Dat is morgen. De kinderen die uit school. Ja, want ze moeten eerst 's ochtends nog naar school. Maar de kinderen die weten niet wat wij gaan doen morgen. En die weten ook niet waar we heen gaan en hoe en wat. Dus dan houden we ze eventjes nog in spanning. Deze moet eruit trouwens. Zet de koffer in de koffer. Maar vandaar dat ik wel vandaag heel even de koffer ga inpakken. Want er staat morgen een lange reis voor de boeg. Maar goed, dat gaan jullie morgen zien. Want dat is natuurlijk voor jullie ook nog een klein beetje een verrassing. Hey, morgen was raden. Je mag wel, ja, je mag raden. Ja, waar gaan wij nou morgen naartoe? Waarvan hebben we een koffer nodig? Gaan we met het vliegtuig of gaan we met de auto? Gaan we lopen? Gaan we met de boot? Ja, hoe kan je nog meer? Hoe kun je nog meer op vakantie? Ja, de community post. Hoe kan je nog meer? Hoe kan je allemaal op vakantie? Op de tandem, op de fiets. Op de fiets, je kunt lopen op vakantie. Op je kunt met de brommer op vakantie. Je kunt met een helikopter op vakantie. Hoe gaan wij morgen op vakantie? Caravan, misschien wel leuk. Met een caravan, met een vouwwagen, met een tent, zegt papa allemaal. Ja, er staat weer een heel erg leuk avontuur voor op ons te wachten in het komende weekend. Dus vandaar even snel de koffer aanpakken. Voordat we zo. We kunnen best wel wat doen eigenlijk. Voordat de kids zich kunnen ophalen. Hier kun je het misschien al een beetje aan raden wat we gaan doen. Ik neem gewoon een lange broek mee. Dus geen zomerjurkjes. Nee, ik kreeg toch wel dat het ongeveer 19 graden is. 19 graden. En droog. Lange mouwen. Zo, en toen zaten we weer in de auto. Tenminste. Ja, ik heb een hele grappig. Ik heb een sportoutfit aan. Ja. Met een couperge eroverheen. Het maakt niet uit. We gaan weer thuis. Nou, op naar de kinderen. We gaan weer kijken waar Luxie is in het klasje. Daar staat ze achter. Hallo! Hallo! Hey, Luxie! High five! Hey! Lekker! Lekker! Daar is ze weer! Dat was de schoen! Hey, heb je het leuk gehad?
Hey. Zo, kom, nou. Jasje aan. Het is weer een spijkerjasje aan, ja, ik zie. Het was leuk dus. Je hebt een lekker uurtje geslapen, hoorden we. En lekker gespeeld. En je bent dus gek op paprika. En ze is gek op paprika. Welke kleur zit erin? Rood, geel, groen? Dus je mond is open? Ah. Geel, gele paprika. Gele paprika, de zoete, ja. De zoete, high five. Wel, paprika. Onze zoete luxe, hè? Ja, nou. Christel mee? Oké. Okay. Nou, op naar Luan en Lucilla. En we hebben ook Luan en Lucilla opgehaald. We gaan nu even naar de dierenwinkel. Even kijken voor wat zand. Een bakje voor Sammy, hè? Ja, maar okay. Het is wel een andere dierenwinkel. Maar... Het is een andere dierenwinkel, ja. Maar dat maakt niet dus uit. Dus daarom denk je, waarom is... Ja, ik weet niet of ze dat herkennen. Maar ja. Kom, wij zijn op weg naar de dierenwinkel. Volgens mij zie ik daar al een dierenwinkel. Maar jongens, gaan we eens even kijken of we wat kunnen vinden voor Sammy. Oh, dat is leuk. Dit Lixie. En de konijntjes. Kijk, hier zitten ook hamstertjes. Zie je dat? Waar? Oh, maar dit zijn heel kleine kooitjes. Zie je? Het zijn ook hamstertjes, maar deze zien er al groter uit. Ja. Hier hebben ze vast wel een leuk speeltje voor Sammy. En maar kijk, dit is wel leuk. Dit is wel een bakje waar je zand in kan doen. Zie je dat? Ja, oké. En zo'n bruggetje. Ja. Zo'n bruggetje die kun je dan zo erbij zetten. Past die erin of niet? Nee, die is iets te groot. Nee. Even kijken. Heb je een ding, hè? De ene. Nee, ook niet. Even kijken hoor. Oh, hetzelfde. Ja, maar die heb je wel. Ja, die heb ik. En deze? Nee, Luxie. Kijk, Luxie zitten konijntjes. Hier zitten konijntjes in, schatje. Ja. Wat heb je gevonden? Oh ja, die is ook leuk, jongen. Maar dat is voor een konijn, zie je dat? Oh. Dit is misschien ook wel leuk. Deze past er misschien wel in dat bakje. Ja, maar die is recht. Nee, die kun je buigen. Kijk eens wat die zit. Die zitten gewoon los in de winkel. Ja, gewoon een zie je dat, Luxie? Hallo. Ja, ik ben niet zo'n pakkietje. Ja, een mooie Luxie, wat is dat? Hey, hallo. Hallo. Die vliegen niet weg, die blijven gewoon in de winkel. En dit is voor poesjes. Zie je, dat zijn grappaal voor poesen. Maar die hebben we niet. Kijk, ik zie ook dit. En ik zie hier ook een hamstertje opstaan. Een fruitstaafje. Kijk eens, Lu. Mag ik eens zien? Die vindt hij misschien ook wel lekker. Weet je? Kijk, zo'n ding. Oh ja. Dat is ook wel grappig. Dat komt wel. Ja. Dan wordt hij wel heel vol. Maar je kunt hem een beetje afwisselen. Dat is misschien wel leuk om iedere keer een beetje af te wisselen in de kooi. Wat is dit dan? Hamsternest. Dat is ook wel lekker, Lu. Daar kan hij mee spelen. Dat is een soort bol waar hij mee kan spelen. Zie je dat? Ja, man. Dat is ook wel leuk. Houd het nog. Nou, Luxie die wil ook wat vasthouden. Kom maar, dan gaan we weer terug naar de auto, hè? En op naar huis. Sammy. Oh, Sammy. Wij zijn inmiddels weer thuis. En we hebben allerlei leuke dingetjes voor Sammy gehaald. En inderdaad, ik had even gevraagd in de dierenwinkel of het toch wel nodig is voor hamsters om een bakje met zand in de kooi te hebben. En ze zei ja, eigenlijk best wel. Dus dat wisten we niet. Dat weten we nu dus wel. En vandaar dat we dus speciaal zand hebben gekocht. Dat met is dus dit. En speciaal dit. Zand voor hamsters. In dit bakje gaat dus dat zand. En dan kan die dan lekker inrollen. Want ze zegt hamsters die wassen zich in het zand. En vandaar dat ze dus zand nodig hebben. Voor de rest hebben we allemaal nog leuke dingetjes voor Sammy gehaald. Om ook een beetje de kooi af te wisselen met leuke dingetjes. Luan wou nog een meeneembakje. Nou, niet echt dat we Sammy gaan meenemen op vakantie. Maar Luan vindt het leuk om mee te spelen. Of als Lucille een keer Sammy bij haar gaat logeren. Of bijvoorbeeld om net Sammy hier in dit koortje hier zo mee te spelen. Beetje om te spelen, ja. Dan wou je een leuk nestje bouwen voor hem, hè. Nou, dus dit bakje hebben we. En dit leek ons ook wel heel erg grappig. Dit is een hamstertent. Kijk, dit is zo'n tentje en die kan je ophangen. Dit was ook wel heel grappig. Zo'n leuk bruggetje. Ja, het is een bruggetje, maar je kunt hem... Je ziet het niet. Ik kan het wel even openmaken. Je kunt het dus aan de kooi vastmaken. Dan kan hij dus in de kooi ergens opspringen. Snap je? Zo grappig. Yeah. En dit zijn lekkere snoepjes. Hè? Dit vond hij lekker, zei de juffrouw van... Ja, jij ook. Snoepjes hoor, dan vindt ze het lekker. Zei de juffrouw van de winkel, zei dit vindt ze ook lekker. Want dit zijn snoepballetjes met fruit erin of zo. Lekkere knapperballetjes. En ook dit ratje hebben we nog even gehaald. Dit is een standaard ratje die je gewoon neer kan zetten. Er zit ook wel een vaste ratje in. Maar misschien ook voor de afwisseling. Of misschien dat hij deze wat makkelijker vindt. Want die andere is wat groter. Kunnen we ook even kijken of dit in de smaak valt. Want dit is namelijk wel een mini ratje. En die andere die hij nu heeft is een hele grote. Ja. Dus misschien als hij wat groter is of een beetje voor de afwisseling. Ja, misschien gebruiken we hem
als hij iets groter is. Misschien als hij 2 is. Of... Ja. En dit was ook heel grappig. Dit is hamsternest. En hiermee kan de hamster zelf wat maken. Wat staat erbij? Even kijken hoor. Hamsterwatten zijn gemaakt van zacht milieuvriendelijke vezels. Plaats een aantal watten op de bodem van de hamsterkooi. En de hamster bouwt hiervan een gezellig nest. Dit ziet er ook echt super leuk uit. Het is allemaal gekleurd. Oeh, ik kan niet tegen watten. Jawel? Ik kan er niet tegen. Jawel hè? En zoals je ziet zijn het ook hele leuke kleurtjes. Dus kun je ook... Ja, roze. Mooi hè, liefie. Dit is een laddertje die je zo in de kooi kan hangen. Dus hij zit nog vast en dan kan je zo uitklappen. Ja, uithangen. We hebben Sammy nu ongeveer 12 dagen. En ze adviseerden ons om de anderhalve week, 2 weken de kooi te verschonen. En het is nu op zich best wel tijd om de kooi te verschonen. Want je ruikt een klein beetje de geur van de kooi, hè? Ruik je dat? Of niet? Of ruik ik het alleen? Ruik je dat of heb je de geur niet? Je ruikt een klein beetje de hamsterkooi in ieder geval. Dus dan is het tijd om even de kooi te gaan verschonen. En Luan wil het heel erg graag doen. En dit wil hij heel graag doen op zijn eigen YouTube kanaal. Ja. Dus wil je zien hoe Luan de kooi van Sammy gaat verschonen? Kijk dan heel even op Luan Bellinga zijn eigen YouTube kanaal. We zetten ook de link hieronder even neer. Daar kun je dus zien hoe hij nu deze hele kooi zelf gaat schoonmaken. En hoe alles eruit ziet, denk ik. Hè? Ja, nou, zullen we dan beginnen? Dan gaan we beginnen. Sowieso, dankjewel voor al jullie lieve feedback op de hamsterkooi. En op de hamster die we hebben gekregen. En inderdaad, het was een hele erg goede tip van dat hamsterzand. Dus sowieso, dank jullie wel voor het advies. Ja, dat hadden de kijkers gezegd. Sommigen die hadden ook hamsters. En die zeiden, we hebben ook een hamster, maar we hebben een bakje met zand erin staan. En zo kwam mama erachter. Oh. Oké, we gaan nu de kooi verschonen. Zo, we zijn weer een tijdje verder. Luan heeft echt een superleuke video opgenomen van hoe hij deze kooi heeft verschoond. Ik heb een Luan in het zand. Oh, zit hij in het zand? Ah, kijk dan. En volgens mij is Sammy hier heel erg blij mee. Goed zo, Sammy. Zie je hem kijken dan. Hij gaat echt overal naartoe. Nou, wil je deze superleuke video zien? Check dan even Luan Bellinga zijn eigen YouTube kanaaltje, want hij heeft echt superleuk gedaan. En inmiddels is het al tijd om wat avond te eten. En volgens mij hoorde ik papa net roepen aan tafel. Dus geef Sammy maar een dikke kus. Oké. En dan gaan we straks, als Fantje naar bed gaat, gaan we wel even spelen. Wat doet hij? Oh, kijk. Oh, wat leuk. Hij zit daar bovenop. Oh, dit is zo schattig, Lu. Ga maar spelen. En nu, Sammy, hoe ga je er nou af? Oh. Ja. Leuk, Luan. Echt heel erg leuk gedaan. Ik ben benieuwd hoe je het ondervindt. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Maar dat ga je zelf zien. Dag, Sammy. Wij gaan lekker eten. Ja. Luan komt straks nog even met je spelen. Ja. Goed? Doei. Dag, Sammy. Papa die zegt, oh, kom naar beneden. Luxie heeft het eerste plasje gedaan met potje. Luxie. Wow. Oh. Mijn plasje. Goed gedaan, Lucy. Ik snap hoor. High five? Ja, goed gedaan. Ah, dat ruikt lekker, vader. Nee. Macaroni alle papa. Yes. Heb je meegeholpen, hè? Nee. Oh. Wat is het? Oh, kom hier. Kom hier. Oh, ga staan. Kom hier. Luxie is lekker met de blote belletjes. Ja, ik heb 2 keer een raakpasje gehad. Heb je 2 keer een plasje gedaan, een potje? Wat goed van je. Ze ging zo staan, dan ging je eerst zo staan. Zei, wat is dat, moet je een potje? Toen ben ik eerst naar het grote toilet met haar gegaan. Ja, dat vind ik een beetje eng. Toen heb ik mijn hand in de rug gehouden, zat ze er wel even. Ja. Toen heb ik toch een potje gepakt. Toen ging ze naast de tv zitten. Toen stond ze op en toen zat er een plasje. Er zat een plasje in je potje. Wat schattig. Kijk, en, wat heb je? Ze is gek op. Paprika. Is dat paprika? Heb je zelf gemaakt in jouw keukentje? Lekker, Luxie. Lekker aan tafel. Hè? Nou, we gaan lekker aan tafel, jongens. Ja, ja. Heerlijk. Kijk eens. Is dat lekker, Luan, Zilla, Luxie? Ja. Nou, dan zeggen we heren zegen deze spijzen. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En we zien je graag morgen een hele bijzondere vlog. Want dan hebben we een verrassing voor je. Tot morgen. Doeg. Doeg. Voeg je hart, boem boem mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boem boem mee.